Welkom. Vandaag is de gast, de ongeprezen Urjan Akjol. Urjan, welkom. Dankjewel. Uh, een interessante gast. Uh, je, uh, je bent iemand die vervuldig in de actualiteit opereert, uh, stukken schrijft, auteur is, uh, in uh, actualiteitsprogramma's verschijnt om commentaar te geven op actuele ontwikkelingen, op, uh, op het nieuws. Um, ik denk dat het even handig is uh, dat jij jezelf even kort voorstelt. Mm -hmm. Voordat we een uh, gesprek houden over een aantal uh, zaken die eigenlijk vooral de Turks-Nederlandse gemeenschap bezighoudt. Ik denk dat het ook voor de gemiddelde kijk wel interessant kan zijn. Mm -hmm. Maar uh, ik heb je eigenlijk uitgenodigd om over die zaken te spreken. die denk ik te weinig nog besproken zijn. Ja. Uh, misschien even kort over jezelf, uh, Jan. Uh, nee, ik ben in uh, Deventer geboren. Uh, 35 jaar geleden. Mijn ouders uh, komen uit centraal Anatoli, uit Sibas. Uh, Alle witte achtergrond. Ehm. Um mijn vader kwam hier uh, werken in een fabriek. Uh, wel in eerste instantie met de gedachte dat hij terug zou gaan uh, naar Turkije, maar uh, dat is niet uh, geworden wat hij uh, wilde. Want hij wilde echt graag naar Turkije. Welk jaar is hij in Nederland gekomen? Uh, eind jaren zeventig. Het exacte jaartal uh, weet hij niet. Hij weet alleen dat Nederland zelf al een uh, WK-finale verloor. Maar ja, dat was in 74 en 78. Oh, ja. dus, uh, als je zegt eind jaren zeventig, dan zal het 78 zijn. Ja, hij zegt eind jaren zeventig, maar dat is volgens mij arbitrair omdat mijn broer in 78 is geboren uh, in Nederland. Dus dus ik weet het niet precies. In elk geval, um, ja, ik ben opgegroeid in zo'n traditionele, uh, inmiddels traditionele, gesegreerde volkswijk waar uh, heel veel Turkse mensen wonen. 80% van de... rivierenbuurt uh, Nee, niet de rivierenbuurt. Dus de raambuurt. De raambuurt werd later gerenoveerd. Die gingen naar de rivierenwijk. En de rivierenwijk in Deventer is een vogelaarwijk. Dus een probleemwijk. Ja. Om een beeld te geven, recent met de laatste landelijke verkiezingen heeft 33% van de mensen in die wijk op Denk gestemd en 31% op de PVV. Om even aan te geven uh, wat voor tweespalt daar is in die wijk, hoewel de mensen best wel harmonieus met elkaar omgaan, wat dus ook weer een behoorlijke contradictie is. Um, dus in dat milieu ben ik opgegroeid, uh, in een aloïtisch nest weliswaar, maar ik had al vrij snel door dat ik zelf niet gelovig ben. Dat kwam door het lezen van boeken. Dat ik mij meer aangetrokken voelde tot het idee van uh, ja, mensen die, die, die zich agnost noemen. En uh, zo sta ik ook in het leven. Maar religie heeft, uh, wat dat betreft, ook niet echt een prominente plek in mijn. Uh, leven, hoewel ik wel uh, de Bijbel heb gelezen, de Koran heb gelezen en ook heb uh, verdiept in de Tora, uh, ben ik toch tot de conclusie gekomen dat ik een agnost ben. Ja, agnosticisme dat is uh, toch wel. Ik denk, uh, velen zullen niet echt weten wat. Uh, nou, sommigen zullen het weten, maar ik denk de gemiddelde burger weet niet wat agnosticisme is. Nee. Wat, wat houdt agnosticisme in? Uh, nou, je hebt ook verschillende vormen van uh, agnost zijn. Dus laat ik het uh, niet al te ingewikkeld maken. Maar om het even te vangen, in een paar zinnen, is een agnost dus iemand die geloofd gelooft dat de wereld hoe uh, alles hier om ons heen is ingericht dat dat zo gecompliceerd is dat er wel iets moet zijn uh, dat dat kan een wezen zijn dat kan een kracht zijn dat kan iets anders zijn dat er wel iets moet zijn uh, om dit allemaal zo ingericht te hebben alleen dat wij mensen niet in staat zijn om te doorgronden wat dat is precies wat ons heeft gemaakt en wat ons hier bij elkaar heeft gebracht en met welk doel als er al een doel is dat is een agnost. Ja. Ja, als ik. Uh, dus je, je, uh, betekent dat ook dat je een, een wetenschappelijke kijk op de wereld hebt? Dat je bijvoorbeeld het positivisme, mm -hmm. wat een beetje in de Turkse cultuur geassocieerd wordt met Atatürk. Mm -hmm. ja, Atatürk heeft het echt verankerd in het Turkse staatsbestel. Mm -hmm. Positivisme wetenschappelijk gefundeerd. Alles moet wetenschappelijk gefundeerd zijn. Ja. Geen Batli Nansilaar, geen, ja. uh, geen uh, bijgeloof. Mm -hmm. um, uh, je, je kijkt met, 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 vanuit dat perspectief, hè, denk ja. ik. Wetenschappelijk moet onderbouwd zijn, met uh, feiten, objectief. Zeker, absoluut. Uh, later is er natuurlijk ook wel iets van het Calvinistische ingeslopen, hoe je er bent of verkeerd. En je kan Calvinistisch kun je, uh, streng uh, religieus bekijken van Calvinistisch, maar je mm -hmm. kan het ook inmiddels cultureel bekijken, van mm -hmm. cultureel Calvinistisch. Dat is er later ook ja, bij eigen gekomen. En, 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 en. Ja, dat is er ook bij gekomen. Dus in die zin, um, als je het over mijn identiteit of wereld kijkt, uh, is dat niet zo eendimensionaal als je zou hopen, mm -hmm. omdat dat ook weer te maken heeft ja. dus met die achtergrond, die Teugse achtergrond. De Alevitische ja. achtergrond, later ja. agnost worden. Ja, want wat een, een, aantal dingen, een aantal dingen daarin vallen mij op. Want als ik jou werk, want ik, 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 ik volg je nauwlettend. En ik vind het uh, buitengewoon interessant. Uh, de, de, de opiniestukken die je schrijft, de werken die je produceert. Ik zie een, een morele uh, rode draad. Mm -hmm. en je, bent wel, uh, je hebt een uh, je moreel besef, heel duidelijk. Uh, ik denk dat je ook... Uh, in, nou, misschien moet ik dat even vragen. In hoeverre mm -hmm. word je gedreven door het feit dat bijvoorbeeld het alivitisme. Mm -hmm. uh, dus een minderheid is in Turkije, een minderheidsdenken. En dat de Aleviten een minderheid zijn in Turkije. Hoe ver bepaalt dat hoe je kijkt op de wereld? Dat je dus kijkt naar wie wordt benadeeld in een samenleving dat je automatisch voor deze mensen opkomt? Ja, uh, totaal niet, is mijn antwoord. Want okay. uh, hoewel mijn ouders uh, alevitisch uh, zijn, uh, was dat in de praktijk ook niet echt uh, merkbaar. Dus niet praktiserend. We nee. hebben daar uh, niets van meegekregen. Nee. Voor mijn vader uh, was de wereld overzichtelijk door iedere dag uh, op dezelfde manier in te richten. Zonder feestdagen, zonder stil te staan bij spirituele uitingen, bij uh, andere dingen, tradities of weet ik veel wat. Dus. Um, ik ben pas veel later over mijn aluïtisme, of althans het aluïtisme van mijn ouders, gaan nadenken op het moment dat ik daarmee werd geconfronteerd door anderen. En met die anderen bedoel ik in de fase dat ik zelf ging publiceren. Mm -hmm was het zo dat toch heel veel mensen moeite hadden met de wijze waarop ik bepaalde zaken voor het voetlicht bracht. Uh -huh. En dachten van, ja, wacht eens even, dit klopt niet. Deze jongen die is niet uh, net als wij. Die uh -huh. heeft duidelijk een uh, andere kijk en een ander startpunt om het nieuws te willen begrijpen en uh -huh. nieuws te willen duiden. Uh -huh. En pas toen werd, ik, uh, mij, uh, ja, werd het mij duidelijk: van, oké, okay, uh, die, die opvoeding, die, oké, okay, mijn ouders waren alle mm -hmm. niet in de praktijk meegemaakt. Maar wat ik dus vooral niet heb meegekregen, is misschien de conservatieve kijk op bepaalde zaken. Toch wel? Uh, en dan gaat het over religie, mm -hmm. dan gaat het over uh, nationalisme en alle aanverwante zaken, mm -hmm. door uh, veel groeperingen in onze samenleving gedreven worden. Ja. Ja, en in onze samenleving bedoel je dan ook uh, dus in die omgeving, in die kontrijen waarin jij bent opgegroeid? Zeker, ja? ook in Turkije, op microniveau uh, bij ons in de buurt, uh, misschien iets van het grote macroniveau in Nederland, ja. maar inderdaad. Ja, uh, ja. ja want uh, als ik, uh, nou goed, uh, uh, en, die, en die morele drijfveer, is dat echt iets uh, wat uh, uit, je, uit jezelf komt? Uit ja. Je? Ja, die morele drijfveer is, uh, het is iets intrinsieks. Een uh, diepgeworteld gevoel om um, uh, zaken recht te willen zetten. Een rechtvaardigheidsgevoel. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat je zulke dingen uh, één op één kunt koppelen. Of kunt, kunt. Kun vastmaken aan een identiteit van een persoon. Ja. Ik bedoel, een ja. rechtvaardigheidsgevoel zit even goed bij iemand die ook, uh, christelijk ja. is of iemand die uh, inderdaad islamitisch ja. is of weet ik veel wat. Dus. We zien ook dat je behoorlijk doortastend daarin bent. Dus mm -hmm. je, gaat, je gaat ver. Ja, je bent, er zit er wel een, iets wat activisme in. Hè. Je wil de wereld echt verbeteren. Ja. Dus hè, je, je spreekt mensen, je gaat echt het veld in. Mm -hmm. en ook in je documentaire De Neven van Eus. Mm -hmm. Waar je echt het veld in gaat. Dat je mensen dus uh, aan de tand voelt en altijd even die politieke dimensie even bevraagt. Mm -hmm. hè, dat we, uh, soms zeg je wel in, uh, in de documentaire van nou, laten we niet politiseren. Nee. Dus als je op straat bijvoorbeeld door uh, conservatieven uh, wordt uh, uitgewezen, Eigenlijk mm. verjaagd wordt eigenlijk, mm. wat ik een heel interessant uh, fragment vond, uh, uh, dat zit dat activisme er ook al enigszins in. Hè? Je wil dus wel echt uh, iets teweeg brengen, iets veranderen. Ja, uh, maar dan gaat het nog steeds. Kijk, kijk, bij alles wat ik maak. Uh, met uitzondering van de columns, want daar is te doen met je ja. standpunt innemen. Als ja. het gaat om televisieuitingen uh, zal uh, menigen zijn opgevallen dat ik nooit een stelling neem. Hmm. Ik wil mensen aan het woord laten hmm. en het liefst mensen die het anders uh, niet zo snel een podium krijgen, hmm. die hmm. laat ik aan het woord, in de hoop dat een beeld dat uh, toch wel de neiging heeft vaak, vooral in Nederland, waar men nogal zwart-wit denkt, eigenlijk is dat overal in de wereld zo. Om toch wat meer nuances aan te brengen. En als het gaat bij de neef van Eus, stoorde ik mij aan het feit dat er hier in Nederland nogal een beeld was ontstaan. van dat die Turkse samenleving zo homogeen zou zijn. Mm -hmm. dat, dat, dat zat me al langer dwars. En toen er een uh, mislukte staatsgreep uh, plaatsvond in Turkije. Um, zag je voor het eerst dat uh, oorspronkelijke Nederlanders, of hoe je ze wilt noemen, autochtonen. Um, dat doorkregen. Ze zeiden van ja, wacht eens even, die Turken. Dat zijn toch juist die, die bakkers en die groenteboeren. En die deden altijd mee. Uh, de ondernemers. Maar wat krijgen we nou? Dat blijkt ook een uh, volkje te zijn dat uh, ja, nogal tamelijk uh, verdeeld is. Heterogeen. Ja, ja. ja, precies. En ik dacht van ja, wacht eens even jongens. Dit, uh, dit zien jullie voor het eerst. Ik werd gebeld door uh, uh, ministers, door kamerleden. Die allemaal meer wilden weten over die verdeeldheid dan. Mm -hmm. uh, wat, wat, wat is een gulenist mm -hmm. eigenlijk? En waar komen die mensen ineens vandaan? En ik zei, ja, waar komen die mensen ineens vandaan? Ja. Uh, dit was toen heb je tegen staatssecretaris Dekker gezegd, geloof ik van ja, maar dit, jij vraagt dit aan mij, jij moet dit weten. Ja. Jij gaat mij nu bellen om informatie te ja. Jij moet dit weten. Dus het is niet dat dat onder de hoge ambtenaar of die laag daaronder, uh, dat daar een overzicht is en dat er nee. contacten zijn in het veld? En dat vond ik echt schijnend. Ja. Dat vond ik echt een totale ja. aanfluiting ja. Ja. om te zien ja. dat uh, in ons bestuur, ja. tot uh, ja. in Den Haag, ja. dat, dat, er, dat daar geen uh, overzicht is, dat daar nee. geen besef is van een. Uh, Turkse bevolkingsgroep, ja. uh, mensen die zij op één hoop hebben gegooid, maar dat er binnen die groep zoveel verdeeldheid en ook heel veel haat en nijd is onderling. Ja. Dat dat niet bekend was. Ja, en dan is er heel veel behoefte aan bevestiging, denk ik. Uh, hm. de jongens, het zit allemaal goed, er is overzicht en er is een interne... Er zijn interne controlemechanismen om het niet uit de hand te laten lopen. Ja. Hè, die groepen die zijn onderling in gesprek met elkaar, et cetera. Ja. Dus er is heel veel bevestiging nodig. Um, de neven van Eus. Uh, dus jij zegt: uh, dat kon, dat, uh, ik laat mensen aan het woord. Ik, ik probeer meer eigenlijk de verschillende kanten te belichten. Mm -hmm. In plaats van dat ik zelf stelling neem. Uh, in die Turkse gemeenschap is uh, dat besef ook niet helemaal doorgedrongen. Dat je dat probeert te doen. Nee. Um, merk je wel dat er onder. Uh, Autochtonen Germaans, Germaanse Nederlanders, mm -hmm. dat dat beseffen wel is dat je iemand bent die eigenlijk een overzicht biedt? Uh, ik denk, uh, dit is een moeilijke vraag, omdat die groep ook niet homogeen is. Ja. Kijk, je hebt mensen die. die die intelligent zijn, die zich verdiepen, die boeken lezen, die kranten lezen, die luisteren naar anderen. Mm -hmm. Die mensen kun je bereiken. Maar er is een veel grotere groep die totaal niet onvankelijk is voor argumenten, voor onderbouwing, ja. voor het uh, schetsen van een beeld. Uh, en die groep is gewoon moeilijk te bereiken. En um, synchroon aan deze groep hebben we natuurlijk te maken, ik zeg even, onze eigen ja, ja, groep. Ja, ik zou dat zeggen. Ja, uh, waarbij wij, wij, wij voeren nu dit, dit ja. gesprek. En, Hopelijk gaat het interessant worden straks. Het is al interessant. Um, maar er zijn hele hordes jongeren die nu al zouden afhaken omdat zij ons niet kunnen volgen door bijvoorbeeld ons vocabulaire. Door de verwijzingen die we maken, door ja. de context die we willen gebruiken. Straks waarschijnlijk historische perspectieven bijhalen. Ja. Uh, dus je hebt ook te maken met ontwikkelingsniveau en intelligentieniveau. Dit klinkt wel erg schamperend over die mensen. Ja. Maar um, je moet ze wel bij betrekken omdat zij dat zelf doen. Ja. Zij willen ook een stem vormen in dit ja. soort debat, debatten. Ja. Als ik een documentaire ja. maak, of als ik een stuk schrijf, of ik zit in een actualiteitsprogramma, ja. dan hebben zij ook een opinie over mijn optreden daar. Ja. En dan vraag ik me af: maar met alle respect, begrijp je wel de achtergrond? Ja. Dat ja. vraag ik me altijd ja. af. En uh, voel je daar ook een uh, verantwoordelijkheid om te onderwijzen? Dus een soort disclaimer. Voorafgaand, uh, je hebt natuurlijk op tv, ja, als je bijvoorbeeld bij de wereldrijd door doorzit, mm -hmm. je hebt niet even een paar minuten de tijd om even het in context te plaatsen. Van mm -hmm. hé, ik ben Özjan Akjol, dit is mijn achtergrond en mm -hmm. dit is wat ik probeer te doen. Dat zeg je natuurlijk niet. Nee. Maar dat moeten mensen herkennen door jou uh, te volgen. Ja. Uh, velen die haken heel snel af omdat ze dan denken je bent anti-Turkije of je bent pro-Turkije. Mm -hmm. uh, hoe kijk je daarnaar? Um. Dus dat je, dat, je dus dat wel moet. Heb je wel uh, het idee dat jij een verantwoordelijkheid hebt om daar toch iets mee te doen? Om ja. dat uit te leggen? Een talkshow is geen podium om uit te leggen, want dan zou je bij iedere gast een disclaimer moeten gaan lanceren: ja. van wacht, even, dit is zijn achtergrond, ja. hij wordt hierdoor ja. gedreven, uh, ja. dit is wat hij duidelijk wil maken. Nee, maar misschien in een paar woorden dat je, dat je zegt: zeggen nou origineel progressief jan conservatief, of ja. uh, wat dan ook. Maar dat zou ook niet kloppen, want op sommige thema's ben ja. ik conservatief, op andere ja. thema's ben ik heel ja. progressief. Dat ja. hele klassieke links-rechts ja. denken, ja. dat is zo achterhaald. Het is werd... achterhaald, maar het, 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 het biedt wel een, een handvat eigenlijk. Ja. Om, uh, het is een bepaalde een oriëntatiemiddel, denk ik. Hè, om te weten waar je mee te maken hebt. Hè. Ja. Uh, waar kom ik vandaan? Ja. En wat, dus, uh, hoe, denkt, hoe denken mijn... Ja, maar ik denk uh, iemand die een, een mening over jou wil vormen, mm -hmm. of over mij, die moet een intellectuele inspanning verrichten ja, ja. om uh, tot die mening te komen. Ja. En niet uh, leuk raak uh, nee. zomaar wat gaan roepen. Nee, dat zou moeten zijn. Maar ondertussen ja. raakt de nuances verloren. Mm -hmm. hè. Je, schiet je daarin schieten we daarin ons doel soms ook voorbij. Dat we dus te veel controverse teweeg brengen door niet onze kijker, onze lezer mee te nemen. Uh, nou nee, want wij schieten denk ik niet ons doel voorbij. Want het is niet een intentie van ons, het is niet onze intellectuele intentie om uh, wat teweeg te brengen. Ik zag dat jij op Facebook in aanloop naar dit gesprek had aangekondigd dat je met mij ja. een uh, dialoog wilde voeren. Mm -hmm. En um, een van de reacties was dat ik dan maar overreden moest worden door een vrachtwagen. Ja. En dan vraag ik me af. Ja, ja dat, dat, dat is toch heel merkwaardig. hè? Dus je hebt net over die uh, extreme rechtse, uh, uh, Germaanse Nederlanders, tonen, Die extreemrechtse mm -hmm. mensen heb je natuurlijk ook in de Turks-Nederlandse gemeenschap. En die, ja. zie je dan, die zie je dan uh, inderdaad uh, reageren. Die mensen heb je ook. Mm -hmm. Dus als je honderd uh, reacties hebt. Dan zitten er gewoon 10, 15 of dat soort mensen tussen. Nou, sommige, weer, ja. nou Iets meer. Ja. Sommige erger dan de anderen. Ja. Uh, is, dat, is dat een realiteit waarmee je leert omgaan? Dat dat eigenlijk overal uh, het geval is. In elke. Het wat dat betreft uh, is het wel ironisch om te zien dat uh, mensen die zich PV sympathisant ja. noemen of mensen ja. die zich ja. Erdogan-sympathisant mm -hmm. noemen, toch wel opmerkelijk veel parallellen vertonen ja. met elkaar. Namelijk dat zij zich van dezelfde methodiek bedienen als ja. het gaat om andersdenkenden. Ja. Namelijk dat zij willen dat die personen, ja, de mond daarvan wordt gesnoerd, dat ze ja. onder een vrachtwagen belanden, ja. dat ze verdacht worden ja. gemaakt, hoe vaak ik wel niet voor zionisme ja. ben uitgemaakt ja. Ja. of een Armeen of een weet ja. ik veel wat. Um, dus, dus het, intellectuele niveau, het ja. intellectuele niveau wat dat betreft is uh, behoorlijk pover om ja. het uh, even zo uit te drukken en het klinkt misschien hooghartig maar het enige wat je kunt doen is uh, volharden in de boodschap die je wilt verkondigen, maar mm -hmm. je zou wel kunnen nadenken over de toon dus, ja. en daarmee bedoel ik niet de toon als in van dat je magmatig moet zijn, mm -hmm. maar wel misschien dat je je vocabulaire uh, ik wil niet zeggen dat je dan je jip en janneke taal moet bezigen mm -hmm. maar wel dat je het op zo'n manier moet mm -hmm. uitleggen dat zij het gaan begrijpen. Maar dan nog ja. heb je te maken met vooringenomenheid. Ja, 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 Kijk, ja. ik ben in hun ogen. De neef van Eus was ook een soort mm -hmm. van mijn coming-out. Uh, ja, ja. als uh, uh, jongen die uit een Alewitisch ja. nest komt. Ja. Op dat moment ja. was ik uh, besmeurd. Was, ja. ik, was ik besmet van: oké, okay, die kan nooit iets goeds doen. voor de Turkse ja. samenleving, ja. want dat is een Alewit. Dit geldt niet voor alle Turkse jongeren ja. die dat zeggen. maar dit geldt voor die extreemrechtse Turken. Ja. over wie wij het net spraken. Ja. Um, dus, dus, dus uh, mijn punt is dus vooral van uh, hoe kan ik deze mensen nog bereiken ja. als zij al uh, zo geïndoctrineerd ja. zijn door, ik weet niet wie, door, door hun ouders, omgeving, ja. de schotelantenne. Ja. Hoe kan ik hen dan ja. nog bereiken? En dan je op een gegeven moment moet je conclusie ja. trekken van deze jongens willen helemaal niet luisteren. Nee, 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 nee. Dus, maar intellectueel pover, dus dat heb je ook onder uh, de, de extreemrechtse Nederlandse, veelal uh, Nederlandse stemmer. Ja. Um, Gelijke mate? Nee, want de PVV, hoeveel zetels had, heeft de PVV? Nou, 20 zetels op 150, dat is ongeveer 13 procent of zo. Ja. Um, dus nou, uh, een, bijvoorbeeld een, een achtpartij partij, die heeft uh, tussen 42 en 48 procent van de stemmen. Mm. Dus daar heel veel rechtse, extreemrechtse, niet, heel, niet alle, niet de hele maar veel, die stemmen, die stemmen. Die ja. stemmen AKP. En ja. dat is eigenlijk een. Uh, een, een, een retorische kunst, eigenlijk. Een, een politieke kunst van Erdogan om die mensen aan zich te binden. Ja. Dus door zijn boodschap dus zo breed te maken, mm -hmm. dat hij die mensen dus in zijn boodschap uh, betrekt en die stemmer incorporeert. En dat is een kunst. Ja. Um, Als je dus het alleen over retoriek wil hebben, wel. Ja, ja. Maar daar speelt natuurlijk wel iets meer en dat gaat ook over welvaart. Ja. Um, kijk, heel veel mensen in Nederland begrijpen niet waarom. Uh, zoveel jongeren ook van onze leeftijd nog steeds achter Erdogan aanlopen. Maar zij voelen zich wel erg loyaal aan hun uh, ouders, grootouders, die. vooral die grootouders, laten we die generatie erbij nemen. Uh -huh. die uh, zelf natuurlijk in centraal anatolië heel veel armoede hebben gekend. ook heel ja. veel repressie hebben gekend. Ja. Um, wat veel Nederlanders vergeten is dat repressie is niet iets wat door Erdogan is uitgevonden. Juist uh, de seculiere liberalen uh, voerden een uh, politiek uit waar wij de de, de 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 nou laten we zeggen de, de islamieten of uh, tenminste ja. zij waren zijn natuurlijk ook moslim maar ja. in elk geval de mensen die uh, iets fanatieker zijn ja. dan die groep um, ja, die mocht er niet zijn als jij een partij oprichtte 30 jaar geleden die te veel gestoeld was op uh, islamitische beginselen dan ja. weet je weet je gewoon dan mocht je er gewoon niet zijn ja. dan werd je ja. geschrapt en de, de grootste ja. uh, het grootste ironische hiervan is natuurlijk dat Erdogan zelf is opgesloten ja, ja, in, was 1996? Ja, dat een ja, burgemeestertijd van, toen de burgemeester van Istanbul Precies, was. dat hij een gedicht op las en dat was toch wel ja, iets te eng voor de seculieren. Ja. Ja. Dus, dus als je het hebt over uitingsvrijheid, ja. expressievrijheid, ja. deze groep heeft dat aan zijn lijven ondervonden. Ja. Deze groep werd verwaarloosd door de seculiere liberalen Um, en wat heeft Erdogan heeft gedaan, we hadden het net over retorisch en zo, maar mm -hmm. Erdogan heeft deze mens wel welvaart gegeven. Ja. We kunnen het nog een keer hebben ja. over de wijze waarop die welvaart tot stand is gekomen. Je weet ja, ja, dat het ja. nu ook een heikel kwestie is. Ja, dat, dat is. laat je ook zien hè, in de documenten. Ja, uh, maar als het gaat over luchthavens, over werk, of het nou creditcard welvaart is, dat is ook weer een andere discussie. Maar het gaat erom dat deze groep voelt zich eindelijk gezien. Um, Repressie, onderdrukking is nooit goed. Ja, maar je, je, noemt, je noemt daar dus heel veel Turkse Nederlanders die voelen zich uh, loyaal, of die willen loyaal zijn naar ja. de ouders, zeg ja. je. Um, bij mijzelf uh, is, is daar enigszins zelfs sprake van, maar het is niet alles. Hè. Wat ik ook merk, hè, je hebt het over repressie gehad. heel veel politieke ideeën in Turkije zijn heel lang onderdrukt. Mm -hmm. hè. We zijn met een reden naar Nederland gekomen tenslotte, niet alleen uh, economische, maar ook politieke redenen hè, die tot die economische situatie hebben geleid. Um, ik heb een lange tijd het uh, gevoel gehad dat we uh, moesten verder gaan waar we gebleven waren in Turkije. Mm -hmm. En waar we gebleven, dus ik zat met mijn gedachten heel lang in de 19e eeuw. Ja. Daar zit ik nog steeds wel, uh, maar. Wie is of, we? We. Dus, uh, conservatieve uh, ja. Nederlanders. Nee, okay. goed. Ik, ik ben ja. zelf uh, conservatief. Uh, dat, uh, ik, uh, dan, dan lees ik over de 19e eeuw, hè, de, de oorlogen, de russo Turkse oorlog, mm -hmm. oorlogen en de Krimoorlog in de jaren 50 in de 19e eeuw en uh, in de jaren 70 de uh, Russisch-Turkse oorlog. Uh, het Ottomaanse Rijk, hè, die hervormde al in de 19e eeuw, mm -hmm. en de, de, het edict van uh, Gülhane, dus de Tanzimat hervorming, eigenlijk om het gelijkheidsbeginsel te introduceren, dus niet meer onderscheid maken tussen moslim en niet-moslim, mm -hmm. man en vrouw. Uh, slavenmeester. Uh, er zijn heel veel hervormingen geweest in die eeuw. Ja. En het ging de goede kant op. Hè. De Tanzimat, daarna is nog een hervorming gekomen, uh, de uh, Islahat mm -hmm. uh, reformen, uh, weer een aanvullende hervorming. En uh, op een gegeven moment. Er uh, ontstond het besef in die 19e eeuw onder jonge Ottomanen, zo mm. noemden zij zichzelf, ja. jonge Ottomanen. Ja. Dat waren eigenlijk de intellectuelen onder de Ottomanen: Van, er moet iets veranderen. Na ja, die hervormingen. Mm -hmm. En wat deden ze uiteindelijk? Uh, ze vroegen de sultan om, sultan om akkoord te gaan met een grondwet. Om mm -hmm. zijn absolute macht in te perken met een parlement. Mm -hmm. Dus dat, dat is heel modern natuurlijk: een parlement, een constitutionele monarchie. Eigenlijk wat we ook in Nederland hebben. Nou, dat, werd, dat kwam ervan in, uh, uh, in uh, 1876. En al een jaar daarna ontstond die Russisch-Turkse oorlog. Waardoor de sultan het parlement heeft opgeschort. Eigenlijk dat, uh, die uh, constitutionele monarchie heeft opgeschort. En terug weer naar de monarchie. Ja. Absolute macht voor de sultan. Nou, en toen die oorlogen, die oorlogen maar door. Hè. Dus op een gegeven moment brokkelt het hele rijk aan alle kanten af. In de Balkan, Roemenië, wat meer noordelijk, met Moldavië. Ja. Roemenië. En uh, nou ja, goed, in het Arabie, Arabische opstand later. Armeense kwestie. Dus het rijk valt uit elkaar. Uh, de sultan wordt afgezet, maar die regie wordt opnieuw geïntroduceerd. Dus op een gegeven moment heb je opnieuw dus dat evenwicht. Mm -hmm. nou, en op een gegeven moment uh, nou, wordt er, uh, komt er een, uh, uh, een doorbraak, hè? Atatürk. Ja. Uh, de, het grondgebied wordt bestendigd, er worden afspraken gemaakt. Het verdrag van uh, Lausanne, het Turkse grondgebied, hè, zoals dat vandaag de dag bekend is. De republiek wordt in 1923 opgericht. Maar heel veel conservatieven die zitten nog steeds in die 19e eeuw. Die hervormen van, hé, we waren toch zo goed bezig. Mm -hmm. En ineens komt, wordt het sultanaat afgeschaft, wordt het kalifaat afgeschaft. De sharia wordt uh, opgeheven. Dus er zit heel veel frustratie van, hé, we waren toch intellectueel bezig. Mm -hmm. We waren toch aan het hervormen, we waren toch welwillend. Dus, uh, dus inderdaad, die repressie die is heel sterk ervaren. Mm -hmm. van, hé, wij waren niet uh, voor absolute macht van de sultan. Dus, uh, is ja, maar dat... ik, weet, ik weet niet of je deze geschiedenis die je uh, heel vrij hebt opgezomd... of je die kan projecteren op uh, de mensen die zich nu roeren in het debat... omdat ik simpelweg denk dat zij hier helemaal geen weet van hebben. Nee, maar kijk, als we kijken bijvoorbeeld naar de, 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 de grondwetwijziging. Dus ja. Erdogan is nu dus een uitvoerende president ja, geworden. Ja, een presidentieel systeem. Ja, ja. een presidentieel systeem. Dus dat systeem, dat onder de sultan had je dus een sultan. Ja. Behoorlijk Hoeveel veel we, macht. Als wij nu hier in Amsterdam op straat ja. gaan lopen en we vragen... Ja. Dan, uh, 9 of tien ja. Turkse jongens. Hoe denk je dat ze dit weten? Nou, ik denk dus dat heel veel dat niet weten. Ja. Maar wat ze wel weten is dat Erdogan de regie voert. Ja. En dus, dat natuurlijk de historici om zich heen. Mm -hmm. En de uh, politieke elite. En die zien eigenlijk: oké, okay, die constitutionele monarchie. Het is geen monarch natuurlijk, Erdogan. Mm -hmm. Maar het lijkt wel een beetje een monarch in, intussen. Met zijn paleis, ja. Met zijn paleis. En er is geen, tweede, of er is geen Eerste Kamer. Er is alleen een Tweede Kamer. Mm -hmm. Dus als een wet er doorheen gaat, dan gaat die er ja. direct doorheen. Hij kan decreten uitgeven. Hij ja, heeft uh, behoorlijk veel macht om die grondwet te interpreteren. Dat is bijzonder toen het presidentiële systeem uh, werd geïntroduceerd. Ja. Toen het op een gegeven moment van kracht werd, uh, werd er een lijst van maatregelen uh, met een decreet uh, bepaald. Dat ja, nee, ging het, ja. er allemaal doorheen in één keer. Dat ja. is heel bijzonder om te zien. Maar ja, goed, dat uh, inderdaad wat je zegt, heel veel mensen zijn daar niet bewust van. Nee. Maar hoe ga je die mensen bewust maken? En hoe ga je Nederland bewust maken van dat dit het geval is? Het is zo'n groot construct. Ja. Uh, dat, dat gaat niet lukken, Ender. Dat, dat gaat gewoon niet lukken. Nee, nee, nee ik. Um, poeh, waar te beginnen? Um, ten eerste, je hebt te maken met ontwikkelingsniveau, hè? heb ik net ook al aangestipt. Ja. Uh, jij uh, bent een van de weinige figuren, voor zover ik kan inschatten. die ook echt de moeite neemt om zich te verdiepen mm -hmm. in uh, de Turkse samenleving. En dan ja. heb ik het over jongens die uh, uh, voorouders hebben die ook uh, Turk zijn. Hè? Mm -hmm. um, en uh, wij zijn nog in staat om uh, te associëren. We mm -hmm. hebben historisch besef, we mm -hmm. weten hoe zo'n republiek inderdaad tot stand is gekomen. De uh, Eerste Wereldoorlog, een, uh, 1923 stichting van mm -hmm. uh, de republiek, alles, dat weten wij allemaal nog. We weten ook, denk ik, tenminste ik denk dat jij dat ook weet, wat voor politieke ontwikkelingen zich daarna allemaal hebben voorgedaan, ja. hoe dat land zich heeft ontwikkeld tot uh, het punt waar we nu zijn beland. Maar heel veel mensen weten dat niet. En als je dat niet weet, dan ken jij ook niet de pijn van andere bevolkingsgroepen die zich nu in het debat roeren en een bepaald punt willen maken. En ook, uh, of het nou wel of niet terecht is, uh, aanspraak willen maken op bepaalde rechten, op bepaalde erkenning. Um, maar dat, dat is er gewoon niet. En of denk je aan minderheden in Turkije? Minderheden in Turkije, groepen die... Uh, die ook hier vertegenwoordigd zijn? Die ook hier vertegenwoordigd zijn, die ook regelmatig kop van jut zijn. Ja. Omdat toch, laten we elkaar geen mietje noemen, de dominante groepen hier in Nederland zijn toch de conservatieven ja. uiteindelijk. Um, Het is toch een verbazingwekkend dat ik dus een van de weinigen ben die kennelijk ja. aan zo'n tafel bereid is te gaan zitten. Terwijl dat een overgrote groep is. Als je kijkt naar de uitslag van het referendum. of andere ja. verkiezingen. 70 tot 80 procent stemt dan conservatief. Ja. Maar niemand is bereid om zich uit te spreken, kennelijk. Nee, uh, dat klopt. Dat heeft ook te maken met dat mensen bang zijn. dat ze veel te verliezen hebben. op het mm -hmm. moment dat zij in openbaarheid treden. en uitgeven van. Uh, nou, ik hoor bij die partij om deze, deze redenen. Mm -hmm. Ik denk zelfs als je dan nog een keer uitlegt. als jij bijvoorbeeld. als ik, ik maar een Erdogan stemmer. Mm -hmm. En ik uh, treed naar buiten, uh, los van het feit dat ik trouwens vind dat die man ook uh, echt verkeerde dingen doet en mm -hmm. uh, niet mijn uh, president is, maar misschien dat we daar straks mm -hmm. over gaan praten. Als jij naar buiten treedt en je gaat uitleggen van, luister, 30 jaar geleden werd mijn opa onderdrukt daar in uh, Konya of in Kayseri of in Siras, mm -hmm. weet ik veel wat. En uh, mocht hij niet eens de moslim zijn die hij wilde, dat gebied werd verwaarloosd, uh, ze keken helemaal niet naar, naar ons om, on die seculieren. Dat is geen sexy verhaal voor de media in nee, Nederland. Nee, nee. Dat heeft dan eerst te maken met het feit dat ze het simpelweg niet begrijpen. Ten mm -hmm. tweede, de groep die wij vertegenwoordigen... of tenminste, ik voel me niet een vertegenwoordiger van de groep... maar waar wij onderdeel van uitmaken, die weet dat zelf niet eens. Nee. Die jongetjes van 18, 19, 20 nee. die zeggen dat nee. ze me omver willen rijden... of ja. dat ze niet gaan remmen als ik voor hun auto sta... die kennen hun eigen geschiedenis niet nee. eens. Nee. Dus die weten helemaal niet waar we het over hebben. Ja. Ten, 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 en ik moet er ook wel iets bij opmerken... Um, als het gaat over tribalisme, over stammenstrijden, dan wordt dat vaak gedaan alsof dat iets uit het verleden is. Maar uh, ga jij maar als uh, jongen van ja. uh, 19 met een alewitische achtergrond. Ja. Ja. Probeer jij maar te trouwen met een uh, ja. meisje met een Sunnitische achtergrond. Ja. Ja. Denk maar niet dat dat iets van het verleden is. Ja. Nog, is, is, dat, nog, maar is dat anders in de provincie dan in de Grote Steden? Of? Het is overal hetzelfde. Ja? Want dat, ik kom ook uit de provincie. Ja. Ik kom uit Sneek. Weet ik. Jij komt uit Deventer, ja. uh, daar gaat het denk ik toch iets makkelijker, omdat daar ook de Soenieten, de conservatieve Turken, toch wel behoorlijk zijn, uh, uh, in behoorlijke mate zijn geassimileerd. Niet geheel zijn geassimileerd, maar in behoorlijke mate, dus dat ze heel veel normen nou, en waarden overnemen. Dat geloof nee, ik niet. niet. Nee, is, is het ja. gebaseerd op cijfers? Nee, niet op, nou goed, oh. dat is mijn persoonlijke observatie ja. als ik kijk naar uh, mijn gemeenschap in Sneek, ja. uh, Lemmer, Bolswaard, Leeuwarden. Het zijn ja. behoorlijk liberale mensen, ja. ondanks dat ze een soort uh, conservatieve inclinatie hebben, dat ze dan nog eens kegen. Je hebt wel gelijk. Het is makkelijker om als uh, eenling in een omgeving, als ik noem wat jou, waar er uh, ja. veel minder uh, andere Turke, Turkse mensen zijn, dan, dan ervaar je ook minder sociale druk. Ja. Dus dan ja. kan je ook voilà. veel makkelijker opgaan ja. in een uh, uh, lokale, um, uh, nou, lokale tradities, lokale ja. opvattingen. Dus dat is altijd makkelijker gaan. Maar ik woon in Demeter, 1 op de tien in Deems, of een op de elf. Ja. In Deems, dat heeft een Turks achtergrond. We ja. gaan als wollen kijken. De voorbeelden die ik ja. net gaf, of eigenlijk gaf ik één voorbeeld aanstipte, zijn voorbeelden die ik in de praktijk uh, regelmatig hoor. Mensen schrijven mij mailtjes, mensen ja. bellen mij, of ik niet kan bemiddelen. Ja, want jij zegt, jij zegt ook, uh, de minister uh, belde mij. Minister Dekker, volgens mij. Uh, ik Toen was meen. die staatssecretaris. Staatssecretaris. Ja. Ja. Dus ze vragen jouw advies. En nu hebben we het over segregatie. Mm -hmm. In hoeverre is segregatie uh, iets waar de regering zich. Uh, nou goed, ze zijn zich daarvan bewust. Ten slotte heb je de krachtwijken, prachtwijken ja. werd op een gegeven moment genoemd, vogelaarwijken. Ja. Dan op een gegeven moment is daar geen werk van gemaakt. Hè? Ja. Op een gegeven moment is dat verwaterd. Ja. Dus dat zouden zou daar allemaal renovatieprojecten worden van achterstandsbuurten, is er mm -hmm. niet van gekomen. Segregatie, is dat iets waar iets aan gedaan wordt of dat mensen jou daarop aanspreken, dat ministers, ambtsdragers jou daarop aanspreken en zeggen van hey... Wat vind jij hiervan? Dit zijn onze plannen voor de lange termijn. Ook uh, daarover willen veel mensen met mij praten. Maar op het moment dat het te ingewikkeld wordt, ja. dan haak ik ze af. Ik uh, zal deze keer geen namen noemen. Ik praat regelmatig met Kamerleden die mij uitnodigen ja. om te praten over segregatie. Ja. En uh, hun beeld van segregatie is: in die wijk wonen heel veel Turken. Wat gaan we daarmee doen? Uh, we willen toch dat er iets meer vermenging ja, plaatsvindt. Ja, dat is een ja. woord dat uh, regelmatig opdijkt. Wij willen toch dat zij zich ook gaan aanmelden bij studentenverenigingen, bij sportclubs, bij andere uh, plekken waar ze in aanraking komen met, uh, met, met, met uh, ja. de oorspronkelijke bewoners, om maar even nog een keer zo te noemen. Maar er is ook segregatie in segregatie. Ja. Um, ja. En als ik uh, dat probeer uit te leggen, dat uh, er bijvoorbeeld uh, winkels zijn. Die uh, worden uitgebaat door uh, mensen met een, bijvoorbeeld een Koerdische achtergrond mm -hmm. of met een Alewitische achtergrond. Mm -hmm. Dan zijn er ook uh, Turkse mensen die denken: Nou, naar die winkels ga ik niet. Ik ga naar het alternatief: naar de Groenteboer met een Soenitische achtergrond. Want ja. dat is een van mij. Ja. Die segregatie bestaat ook. Ja. En ja. als je dat gaat proberen uit te leggen ja. aan mensen ja. die uh, volks, zich volksvertegenwoordiger noemen, ja. Ja, dan zie je gewoon uh, ze kijken alsof als, als ze, ze water zien branden. Van, ja. Wacht eens even, ja, maar dit, boel, ik had al een probleem van een segregatie met een zwarte wijk. Ja. Maar nu zadel jij mij op met een uh, driedubbele segregatie. Ja. En hoe ga ik ja. dit in vredesnaam oplossen? Ik vind dat je dat ook in, uh, in uh, de neven van de Eus, ik vind dat je dat heel goed in beeld hebt gebracht. Dat je ook met je familie dus. Uh, Persoonlijk gesprek heb gevoerd, over hun angst heb gesproken, over hun mm. vergezichten, um, Dan zie je eigenlijk dat zij zijn, net als iedereen. Dat mm -hmm. is gewoon de gemiddelde conservatieve Turk. Ja. Dat zij ook op dezelfde manier spreken, hoofddoek misschien iets anders dragen. Ze mm. zijn uh, ook, ook nationalistisch. Ja. Maar je ziet daar daar een voorliefde voor Atatürk is. Ja. En dat Ataturk is kennelijk een splijtswam is, wat eigenlijk helemaal niet hoeft. Nee. Atatürk moet je in een historisch perspectief plaatsen. Maar nu is het een beetje, Atatürk wordt een beetje als een symbool, een politiek symbool. Hè. Sommigen zeggen, uh, bijvoorbeeld in een Facebook-naam, zetten ze dan T.C. Turkije Cumhuriyeti, ja. Turkse Republiek. Ja. Dus hè, de stichter Atatürk. Ik ben Atatürkistisch. Ja. Ik ben seculier. Het is een splijtswam geworden, maar dat hoeft dus helemaal niet. Um, nou, wel. Het ja. wel, is een heel bewust een splijtswam geworden. Omdat, kijk, als je gaat kijken naar Atatürk en. Um, als hij natuurlijk had te maken met heel veel bevolkingsgroepen. Uh, met Armenen, met ja. Koerden, met Alawieten en met uh, Soenieten. En als natuurlijk dacht. oké, okay, ik moet een gemeene deler gaan vinden, mm -hmm. zodat deze mensen mm -hmm. zich allemaal Turk gaan uh, noemen. Ja. Wat deed hij? Hij koos voor het nationalisme. Turksheid, ja. Ja, voor Turksheid. Dat was zijn uh, uh, aanpak. En dat is ook de reden waarom nu nog zoveel Kemalisten, de alabiet, uh, mm -hmm. hele groep, met hem weglopen. Ja. Omdat inderdaad, voor hem maakte dat in principe niks uit. Maar als je gaat kijken naar uh, Erdogan, met wie hij toch veel wordt vergeleken. Uh, omdat hij ook op een andere manier heel veel heeft betekend voor uh, uh, Turkije, zie je dat Erdogan veel meer is uh, gericht op de gemene delen is de religie. Ja. En ja, ja. Uh, dat zijn toch twee ja. dingen die uh, voor sommige mensen ja. haak staan op elkaar. Ja, ja. Uh, terwijl allebei die groepen voelen, oh, die, 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 die ervaren ook dat nationalisme. Ja. Maar uh, uh, religie aan deze kant is onverenigbaar met uh, religie aan die kant. Ja. Of, juist omdat ja. die religie vaak afwijzend is ja. tegenover mensen met mijn achtergrond. Ja. Hoe vaak ik wel niet ja. krijg te horen dat ik een. Uh, nepturk ben ja. of een nep-moslim? Of op zich is dat in de, in de politieke discours, zeg maar, die dialectiek. Hè. Je hebt dus mm. twee kanten, dus mm. dat debatteert wel makkelijk. Hè. Mm. Dus uh, these, antithese, synthese. En je kan makkelijk debatteren. Het zijn duidelijke tegenstellingen, het zijn duidelijke keuzes te maken. Ja. Um, wat je, op een gegeven moment sprak jij in de neef van Eus met uh, een van jouw ooms. Er was een uh, voormalige ambtenaar die brieven schreef namens burgers die laaggeletterd dus laag waren. Ja, um, in Sivas. En ja. ik vond uh, het mooi dat hij zei van als heel veel Turken uiteindelijk, eh, conservatieve Turken ook, de keuze krijgen voorgelegd. Zou jij de sharia willen? Mm -hmm. Dan zouden velen zeggen van nee, doe maar niet. Ja. En dat maakt het zo interessant. Ja. Dus dat zegt wel dat er een zekere reformatie heeft plaatsgevonden in de gedachte. Dus dat atoturkisme, dat dat behoorlijk heeft doorgewerkt in de geesten van tuurlijk. de gemiddelde Turk. tuurlijk. Ik bedoel, uh, welke vrouw ja. zou zo'n man willen delen met drie andere voilà. vrouwen? Dus, maar ja. er, wordt, er wordt gerefereerd van hè, het islamisme en de conservatieve, de sharia komt eraan, we worden een Iran. Mm -hmm. En uh, de uh, seculiere republiek die wordt omvergeworpen, er gaat een theocratie uh, ingevoerd worden. Ja. En die angstbeelden die worden uh, veelvuldig uitgesproken, wat ook niet helemaal uh, juist is. En als we kijken naar een Erdogan die dus ook in zijn eigen achterban, mm -hmm. dus uh, af en toe, uh, discussies, felle discussies heeft met religieuze leiders. Dat maakt ja. het wel heel interessant. Dat maakt het zeker interessant, maar uh, ik denk dat je Erdogan op die punten kunt bekritiseren, maar er zijn natuurlijk andere punten. Uh, en vooral met onze westerse blik, waarom wij. Uh, ja, want uh, uh, je noemt een aantal zaken, hè? De, ja. Censuur noemde je? Uh, censuur zeker, dat is gewoon heel ongezond. Kijk, wat wij hier doen. Dat uh, als wij uh, dit in Turkije zouden doen en we zouden bijvoorbeeld uh, één uur lang uh, uh, well, zeer uh, veel antitexten over Erdogan lanceren. Hmm. Ik denk niet dat we uh, echt makkelijk naar buiten liepen. Hmm. Misschien hmm. de eerste keer wel, de tweede keer uh, ja. ook, maar de derde keer misschien ja. niet. Maar er wordt ook gezegd, hè, uh, ja. er wordt gesuggereerd dat Erdogan dus de, de, de een politieke leider die de censuur heeft geïntroduceerd in Turkije. Dus niet waar, dat heeft hij niet gedaan, zeker niet. Dat wil ik nogmaals nuanceren, dat probeer ik ook altijd te doen. Uh, vroeger uh, mocht dat geluid niet uh, bestaan, mocht het geluid niet staan ja. van de religieuze ja. conservatief die ja. uh, misschien een sharia verheerlijkt, ik bedoel wat je er ook van vindt ja. in een vrije en gezonde democratie mag iemand dat uitspreken ja. Ja. mag iemand dat uitspreken uh, nou, dat vind ik wel heel typisch hè. Ja. onlangs, uh, ik heb uh, met uh, uh, ik heb kort geleden met, uh, met uh, Kati Piri gesproken de, mm. de, de uh, rapporteur, de Turkije rapporteur van de Europese Unie, hè, ja. van de PvdA die dan zegt uh, Jumhuriyet is een kleine krant, ongeveer de 25 ste krant van Turkije, Jumhuriyet, Ja, ik ken het. Republiek. Ja, oplage van nog geen 100.000, nee, geloof ik. Nee, nou, 10.000 ongeveer. Ja. En nu is het dus uh, vooral, helemaal digitaal geworden. Helemaal niks, en niet, Kati ja. die dan een tweet stuurt en zegt van het is de einde uh, aan de persvrijheid. Ja. En suggereert meteen die verbinding maken met de regering, terwijl die krant dus niet rendabel was. Ja. En er wordt meteen een politiek punt gemaakt door de Partij van de Arbeid. En als we kijken naar, de, naar die kranten... En er wordt gedacht: van, er zijn geen grote kranten meer. Alle media zijn overgenomen door uh, de Erdoganisten. Wat ook voor deel klopt? Nou goed, je hebt de grootste krant van Turkije, dat is ja. Sabah. Dat nee, is maar... de Telegraaf van Turkije. Mm -hmm. uh, Oplagen oplage van 300.000 ongeveer. Mm -hmm. dan heb je de tweede, dat is Sözü. Dat is de volkskrant van Turkije. Dat is progressief. Ja. Ja. En die is behoorlijk groot. Dat is 220.000, een uh, van 220.000. Je, je kan niet beweren dat uh, iedere journalist uh, vrij en. Uh, nou ja, op elke maar dat klonk dus nooit. Hè? Dat, dat dat kon dus kon... nooit. Nee, nee, dat klonk nooit. En uh, dat is goed dat we dat even historisch uitleggen. Maar dat betekent niet dat omdat ze toen fout waren, dat wij nu ook maar fout moeten zijn. Hè? Mm -hmm. Het is geen rechtvaardiging nee, om nee. het uh, gedrag van andere mensen te veranderen. Nee, naar, maar als je kijkt boten. naar een Erdogan, want dat, dat is heel duidelijk en dat is wat, wat voor mij Erdogan ook heel interessant maakt. Het geeft een extra intellectuele dimensie. Dat hij heel strategisch handelt. En dat is voor heel veel mensen afschrikwekkend. Dus dat is strategisch handelt, dat hij één voor één... Waar politieke doe je vijanden, Dat hij één voor één zijn politieke vijanden bestrijdt. Eerst waren het de Kemalisten die dus in de diepe staat, hè, alle rechters. Ja. Uh, de hoge bureaucratie, uh, bankiers. Uh, dus, uh, de Ergekonertje. Ja, er, ja. Uh, heeft natuurlijk heel bewust heeft hij een aristocratie ge, mm -hmm. gecreëerd. Hè, mm -hmm. Van rijke zakenmannen, mediaconglomeraten. En Erdogan heeft dat gelijkmatig uh, heeft hij er een, uh, heeft hij geprobeerd... Uh, niet alleen een evenwicht te creëren, ja. maar het zelfs naar die andere kant iets wat te doen omslaan, zodat het een beetje de bevolkingssamenstelling representeert. Ja, ik zie dat ook wel een beetje anders. Ik zou kunnen zeggen dat die macht in uh, Turkije van het leger uh, lange tijd uh, zeer ongezond is geweest. Mm -hmm. Uh, maar het andere huis is natuurlijk om helemaal te ontmantelen ja. en, uh, ja. en nou, onschadelijk ja? te maken. Ja, ja we, dat is wel, wel iets, uh, ja, dat, is, uh, dat wordt wel gezegd natuurlijk. Hè. De kwaliteitsmedia in het buitenland die dan ook zeggen van, nou er zijn heel veel uh, militaire volmannen die zijn uitgewezen. Die zijn nou, eruit gewerkt. dat is gewoon, is dat gewoon is, spijtig. Ja, dat, dat is, is de kemalistie. Ja. En ja. dat vind ik wel heel spijtig. En dat is één van de redenen waarom ik... Dus wil dat die nuance wordt gezocht. Hè? Mm -hmm. Dus dat ook wordt gezegd. Nou, die kemalisten hebben ook hun verdiensten. Mm -hmm. Als ik kemalisten in Nederland aanspreek, dan zeggen ze nee. Wij zijn politiek uitgespeeld. Mm -hmm. Dat zeggen ze niet letterlijk, maar ze zeggen van. Ik ga me liever bezighouden met mijn kinderen. Mm -hmm. Ik ga liever wandelen met mijn kinderen. Ik ga liever uh, me bezighouden met hun opvoeding. Het heeft geen zin meer. Het is te groot. Er zijn te veel conservatieven in Nederland. Mm -hmm. dat ze de moeten erbij neerleggen. Dus uh, je hebt nu. Mensen in het debat, hè? Uh, goed, ik vind jou een uitzonderlijk geval daarin, maar bijvoorbeeld als we kijken naar Fidan Ekkies, mm -hmm. wat uh, heel duidelijk progressief is, wat eigenlijk een beetje een eenpitter is. En dat dat zoveel aversie teweeg brengt in de Turkse gemeenschap, dat is ook voor mij uh, ongemakkelijk om te zien. Mm -hmm. Van he, waar hebben we het nou over? De of twee individuen die dus uh, een podium hebben, de nieuwe maan presenteren, of uh, uh, GroenLinks uh, Kamerlid zijn, af en toe uh, media-aandacht krijgen. Mm -hmm. Geeft ongemak, maar eigenlijk is het een beetje een achterhoedegevecht wat ze voeren, denk je niet? Um, ik, ik vind die twee voorbeelden die u geeft mm -hmm. eigenlijk onvergelijkbaar met elkaar. Mm -hmm. Omdat uh, je ziet, dus we hebben het gehad over mensen en hoe zij benaderd worden. Mm -hmm. uh, Van Fidan is algemeen bekend dat zij uh, wel uit een uh, Soenitische uh, omgeving uh, komt mm -hmm. en bij uh, Zini, uh, want daar ja, ja. Op hem bedoelde je toch? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is iemand die schopt. Dat is iemand die het die, die uitdeelt. Zinu Özdil. Zinu Özdil. En dat vind ik uh, soms wat geslaagder dan andere keren. Maar ja. uh, wat hier dan onder zit... Uh, je hebt ook nog een, Erdal Baltje bijvoorbeeld... die volgens mij een of andere trauma heeft opgelopen in Turkije... Uh, en hierheen is gekomen en dat nu botviert uh, ja. ja. op uh, iedereen in de volkskrant. Dus ja. je, je hebt mensen die heel erg vanuit een soort... Uh, partijgevoel, clubgevoel, gedachtegevoel opereren. Sommige wat minder dan andere. Uh, wat ik probeer te doen is, uh, eigenlijk ook wat ik uh, als columnist van het Algemeen Dagblad en die regionale kranten doen, is uh, partijloos te zijn. Mm -hmm. uh, ik heb geen kleur, ik probeer gewoon iedere kwestie uh, per geval te beoordelen. Mm -hmm. Ik kan niet spreken voor mijn collega's. Dus op het moment dat er onrecht. Uh, nou laten we zeggen, ik kan je twee voorbeelden geven. Op het moment dat er. Uh, die constructieve hoek als die wordt aangepakt door mensen met een heel rechtse agenda in Nederland ja. dan zal ik ook voor die groep op de ja. berg springen dan zal ik ook zeggen van waarom mag niet een meisje met een hoofddoek bij RTL Boulevard aan ja. de desk gaan wat, wat, wat is nou precies jullie probleem daarmee ja. dus weet je wel, die vrouw heeft een hoofddoek ja. zij is heel populair op Instagram een influencer ja. en wat gebeurt er als zij daar bij RTL verschijnt ja. Ja. dan uh, ja. worden opeens al die ja. uh, rechtse tokkies, die worden allemaal uh, boos, ja. die beginnen te schelden op, op, op de islam, op moslims of weet ik voor wat, dan, dan maak ik me ook hard voor hen. Ja. Maar zij zijn zo verblind door haat, ja. dat zij niet zien dat ik mij eigenlijk dus uh, hard maak voor hen. Ja, maar, en hetzelfde, ja. hetzelfde geldt ja. bijvoorbeeld, sorry, maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld dat ik met, uh, ik heb jou toen ook nog een keer gebeld mm -hmm. om te vragen of jij nou die dynamiek begreep. Mm -hmm. Zo'n Joram van Klaveren, die zit dan bij David om uh, met veel Bombari zijn boekje te promoten. Ja. Hij is namelijk uh, moslim geworden. Dat vond ik een schitterend segment. Een schitterend fragment. Ik stel een aantal kritische vragen, namelijk ja. hoe kan het dat ja. Dat jij uh, woordvoerder bent geweest, ruim tien jaar, je hebt uh, godsdienstwetenschappen gestudeerd. Dat jij nooit tot de kern van de islam bent gekomen mm -hmm. en nu opeens wel, nadat je uitgerangeerd bent als uh, uh, politicus, want het is allemaal niet gelukt wat hij mm -hmm. heeft gedaan met uh, mm -hmm. VNL. En uh, maar, maar heb jij niet uh, eigenlijk die moslimgemeenschap uh, waartoe jij je nu zo aangetrokken voelt, heb jij die niet uh, enorm in uh, discrediet gebracht? Heb jij niet het uh, politieke discours enorm verziekt? En op het moment dat ik dat doe, dan zit ik daar niet om uh, uh, de islam te bestien of zo, ja. of om, om, om hem uh, voor gekkie uit te maken omdat hij moslim ja. is geworden. Dan zit ik ja, daar omdat ja. ik het wil opnemen voor die ja. conservatieve moslims ja. die uh, jarenlang zijn benaderd ja. door hem. Ja. Maar wat gebeurt daarna? Twee weken, nee, drie weken lang word ik elke dag, ja. elke dag krijg ik tientallen, soms honderden ja. berichten van conservatieve moslims die het niet eens ja. zijn met mijn houding ten opzichte van hem. Kijk, dat is echt waar die nuance zo belangrijk is. Hè? En dat mensen begrijpen waar ze mee te maken hebben. Uh, dat ze tussen dus een intellectueel uh, spectrum en perspectief kunnen plaatsen. van ja. wat je daar doet. Dat is puur moreel besef. Mm -hmm. morele leidraad van jou als particulier. als opiniemaker. Mm -hmm. die jij volgt en zegt van. als je A zegt, dan is B de consequentie. Ja. En dat moslims zeggen van. He, ik heb dat ook hier bij weltsmet in gesprek met Dennis Honing, heb ik dat gezegd. Uh, de man die heeft uh, bijgedragen aan het stigmatiseren, het ja. marginaliseren, het criminaliseren van moslims in Nederland. Zeker. is heel ver in gegaan en nu bekeert hij zich tot de islam. Mm -hmm. En nu zeggen heel veel moslims, zandrover. Ja. En dat is, uh, moreel gezien, is dat heel problematisch. Ja, absoluut. En jij en, hebt het heel goed verwoord. Nou dan. ja, voor mij mag, bedoel, van mij, bedoel, mijn mening is irrelevant. Iemand, iemand moet moslim worden als hij voelt dat hij moslim wil zijn. Bedoel, mm -hmm. Wie ben ik om dat tegen te houden? Ik plaats inderdaad vragen over zijn moraliteit. Ja. Als het, als het, en, maar ik vind het veel interessanter dat uh, wat wij zien gebeuren is dat die groep, en ik heb het echt over duizenden, duizenden moslims, mm -hmm. uh, mensen met een uh, Turks of Marokkaanse achtergrond. Die hier in Nederland geboren en getogen zijn, moslims. die uh, dat onderscheid niet kunnen maken. Die, die, niet, die, die niet snappen van. Um, wat deze jongen die neemt voor ons op. En het gek is, want ik belde jou op een gegeven moment. Van. Uh, Undar, kun jij nou verklaren wat hier aan de hand is? Want volgens mij is het zo klaar als een grondje wat ik daar probeerde te doen. Mm -hmm. En inderdaad, mensen die wat hoger opgeleid zijn. die begrijpen ook wat ik daar aan het doen was, maar die grote groep niet. En toen kwam ik erachter. Mede ook door een gesprek met jou te voeren hierover, het was op WhatsApp, dus mm -hmm. voor zover je dat het een gesprek kan noemen. Um, dat, dat, ze hebben geen intellectuele leiders. Dat, uh. Voilà. En dat is iets wat, 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 waar ik ook uiteindelijk uh, op uit zou komen: dat inderdaad zij zich niet vertegenwoordigd voelen in de media. En dat zij eigenlijk te weinig hun geluid uh, gerepresenteerd zien worden. En dat het op een gegeven moment uh, dus tot heel veel. Uh, Troebelheid, diffuus, diffusie, wazigheid. Maar als jij nou heel eerlijk bent, hè? Ik bedoel, uh, het zijn misschien gevaarlijke maar eigen, uh, uitspraken, maar denk jij dat deze groep uh, gevoelig is voor intellectuele leiders? Ik denk, het, ik denk het wel. Waarom? Omdat ik denk dat er een grote groep is, ook binnen de conservatieve hmm. uh, Turken in Nederland, die zich daar niet mee bezighouden. Wel zich interesseren wanneer ze op tv kijken of wanneer ze even op hun telefoon kijken of iPad, hmm. wat dan ook. Maar uh, te veel bezig zijn met geld verdienen. Nee, mensen, nee. mensen die iets kunnen, ja. die zo on, ontzettend bezeten zijn door uh, het, uh, uh, het vermogend worden. Omdat ze natuurlijk uh, nee. hier met... Zo nee, voor, nee, ze, hebben bent, geen, ze hebben geen nee, aanspraak sorry, op rekenis. Ik ga je onderbreken. Je bedekt het nu een beetje met de mantel der liefde. Mijn antwoord dus ze was Ze interesseren zich er niet voor. Uh, mijn, antwoord was eigenlijk, uh, mijn vraag was eigenlijk ja. retorisch. Uh, nee, ja. Het antwoord is gewoon nee. Nou, ik nee. denk het wel. Nee, ik denk dat uh, hetzelfde geldt, namelijk. Ik trok net een Want ik zie ze, uh, ik zie ze. Ze, ze. Ik zie ze aan de, uh, de Hommastraat. Ik zie ze hun in, uh, in een, uh, een Porsche rijden. Hmm. Ik, ik heb het ze... niet over die groep. Ik heb het niet over die groep. Ik heb het over de jongens van 18, 19, 20. Misschien jongeren hmm. die op een zolderkamer. of op ja, een Kijk, telefoontje... dat, dat, is, dat is een andere. Kijk, dat, wat ik daarover uh, zou willen zeggen is, 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 is twee dingen. Hmm. Uh, in Turkije, uh, hè, wat ik al zei uh, eerder in het gesprek. Die reformatie onder Atatürk heeft plaatsgevonden. Mensen willen de sharia niet. Hmm. In Nederland uh, is er geen dianet, is er geen staatsinstituut ja. dat erop toeziet dat die Reformatie wordt gehandhaafd. Ja. Dus wat doen mensen, wat doen uh, uh, Nederlandse moslims, Turken, Marokkanen, Altgetonen Nederlanders, die gaan naar de bronteksten. En die bronteksten zijn vaak naar, vanuit door Arabieren. Ja. Door, uh, door bijvoorbeeld uh, de Golfstaten of de Saudi-Arabië, zijn die gefinancierd. Uh, die vertalingen zijn gefinancierd. Nee, nee, dus zij leren de islam vanuit die bronteksten, terwijl ze het uit secundaire bronnen zou moeten lezen, met begeleidende teksten. Ik denk dat zij uh, niet de islam uh, de Koran hebben gelezen. Ten eerste, als het gaat om die allerjongste generatie. Ik denk dat zij zich vooral laten opbruien door. Uh, Vloggers, door hiphoppers, door influencers met dezelfde achtergrond als uh, zij, uh, die er misschien een business model ook van hebben gemaakt om dat soort jongens achter zich te scharen. En ik denk dat er gewoon ook een opmerkelijk parallel is tussen de PVV-aanhang en de mensen die dus op die manier op mij of op andere mensen reageren. Mm -hmm. Namelijk dat in hun ogen hun grote leider, of het nou Wilders is of Erdogan is, niks verkeerd kan doen. Dat is volgens mij het grote probleem, dat die groep, kijk, uh, we hoeven niet over die jongens te hebben, we kunnen het ook over Wilders hebben en ja. zijn electoraat. Uh, kijk, ik vind het wel moedig dat je dat zegt, want uh, kijk, dat is wel een deel van het probleem natuurlijk. Het is niet, het is niet de verklaring voor de problematiek, uh, Het is wel een deel. Hè? Dus nee. dat we niet kunnen omgaan met kritiek, nou ja, we kunnen niet ook... kunnen omgaan met, uh, met het debat. Uh -huh. We kunnen ja, geen democratisch dan, besef te hebben? Absoluut niet. Of tenminste uh, een democratisch besef hebben, maar dat dan wel vanuit Turkije importeren naar hier en dan uh, op mij projecteren. Namelijk, wacht eens even, jij bent een kolonist, uh, Eus. Even kijken hoe we daar in Turkije mee omgaan. Oh ja, voilà. ze moeten jou opsluiten. Ja, ja, ja. Dus uh, wat is jouw referentiekader? Ja. Kijk, daarom, wat ik heel belangrijk vind is dat, uh, dus uh, kijk, uh, dit zal me niet in dank worden afgenomen, maar ik zeg het gewoon. Uh, Pim Fortuyn uh, was daarin uh, heel belangrijk dat hij uh, mensen aansprak op een democratische besef. Hij citeerde Voltaire: hij zei: hè, uh, Je mening kan zo nog zo abject zijn, maar ik sta garant dat u die kunt uiten. Uh, dus dat dat niet meteen met dreigementen wordt uh, veroordeeld. Uh, uh, Pim Fortuyn die was bereid om het debat aan te gaan, te discussiëren, te debatteren, alle ruimte te geven. Hij zei zelfs uh, uh, zeg maar dat die vrijheid van meningsuiting zo belangrijk dat artikel 1 zelfs daarvoor mo zou moeten kunnen wijken. Mm -hmm. ja, in hoeverre zou die dat weet ik niet. Het debat is niet echt uh, tot wasdom gekomen. Mm -hmm. uh, maar dat is dus nodig, dat, dat er dus een soort onderwijzende politici zijn, mm -hmm. die dus vertellen wat democratie behelst en dat zeg maar eh, bevestigen, ja. dat verwoorden. Uh, maar het gaat mij niet eens om bedreigingen. Het gaat mij om. Um, deze groep um, is groot. Jij noemde het klein, maar deze groep is echt groot. Ja. Het zijn namelijk onze jongeren. Het is de vierde, vijfde generatie. Uh, niet allemaal, we gaan niet generaliseren. Maar, um, en het heeft gewoon heel erg met. Ja, het spijt me dat ik het zeg. je hebt het over een uitspraak die jou niet in dank wordt afgenomen. Het heeft ook heel erg met ontwikkelingsniveau te maken, het heeft te maken met segregatie. Op het moment dat jij zo gesegreerd mm -hmm. leeft en alleen naar de Turkse televisie kijkt, uh, niet alleen, want je leest ook die apps, want uiteindelijk weet je daarom ook wat ik heb geschreven, en je krijgt een beeldfragment te zien mm -hmm. op Instagram of YouTube, weet ik veel, daarom weet je dat ik dat debat heb gevoerd. Ja. Maar je mist de complete context hiervan. Ja. Je hebt geen context. Nee. En je laat je blind leiden ja. door uh, ja, het is ook conformistisch. Je laat je blind leiden door wat de omgeving daarvan ja. vindt. Plus het feit, ik uh, gebruik net het woord tribalisme, stammenstrijd, mm -hmm. plus het feit dat het bij heel van die jongeren nog steeds in hun hoofd zit dat ik ben is, hij komt uit een alewitisch nest, dus wij zijn tegenstanders van elkaar. Ja. Ik bedoel, laten we elkaar geen Ja, nogmaals, kijk, ik, ik maak, kijk, misschien, ik wil niet zeggen, het is geen fout, maar ik, er uh, dus, dus zat een soort, het zat, een, die veronderstelling zat een beetje besloten in wat ik net zo even zei over nekjes. Ja. Een soort suggestie dat zij niet zou zijn misschien wel. Mm. Nee, jij, jij wees dat uit, zei je sunnitisch. Mm. Dan moet jij er toch bij zeggen, omdat je dat niet verwacht. Mm -hmm. hè, dus iemand die zo kritisch is op uh, Turkse soenieten in Nederland, ja. uh, dat die geen uh, uh, Nou ja, ik wilde uh, dat, wil dat even mm -hmm. aanstippen, omdat uh, je wilt altijd weten wat is het vertrekpunt van iemand. Ja. Tenminste, andere maar ik, mensen ja, maar ik ook, Wat ik ook wel moet zeggen, so, uh, uh, ja. maak je punt alsjeblieft. Nou ja, ik nee, ik wil, kennelijk hebben heel veel mensen uh, de behoefte, of uh, ze willen graag weten wat is het vertrekpunt van iemand. Ja. Uh, en als zij weten dat dat het vertrekpunt ja. van haar is bijvoorbeeld, ja. 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 dan is zij al snel inderdaad degene die die nestbevuilder is. Alleen ik heb, dit punt wil ik ook heel graag maken, want dit zag ik ook bij jouw uh, mm -hmm. uh, oproep op Facebook mm -hmm. om jouw vragenlijst. Mm -hmm. uh, um, iemand vraagt jou van, ja maar waarom uh, gaat Eus overal zitten als vertegenwoordiger voilà. van de Turkse mm -hmm. samenleving? Mm -hmm. Ik zit daar helemaal niet nee, als je vertegenwoordiger zit daar niet als van de Turkse samenleving. Nou goed, dat, volgens mij is het overbodig om dat nu hier zelfs te zeggen. Nou, want dat maar, is al duidelijk. Ik denk. wil het punt maken. Ja. Die jongen denkt zelf dat hij de vertegenwoordiger ja. van de Turkse samenleving ja, is. Ja. En dat hij daar moet zitten en dat hij mij moet vertegenwoordigen. Nee, maar vertegenwoordigen misschien omdat hij conservatief zou zijn. Misschien omdat hij 70, ja. 80 procent van de Turkse, Turk in Nederland vertegenwoordigt. Ja, dan moet je die vraag, die vraag ja. moet je stellen aan de redacties van die ja. talkshows. Ja. Aan de redacties van de ja. krant. Waarom zij niet in staat zijn om ook die geluiden op te voeren in de krant. Als ik word gevraagd om iets, ja. dan zit ik daar als Jean Accio, ja. Als iemand die met gezond boerenverstand, ja. en ja. visie. Waar, hoe, ja. Wat geeft mij het recht om te spreken namens jou? Of uh, weet ik voor wat, ik zit daar gewoon als Turkse jongen, iedereen weet, uh, of Turks-Nederlandse jongen, iedereen weet wat mijn achtergrond is. Ik heb niet de pretentie dat ik de Turkse samenleving kan uh, uh, representeren. Sterker nog, we zijn uh, net hebben uh, uitgezocht en geconcludeerd dat die groep helemaal niet zo homogeen is. Dus ho hoe halen mensen dat in hun hoofd om te denken dat ik daarmee bezig ben? Dat vind ik onderliggend is er ook iets, iets als paternalisme. hè? Turkse Nederlanders uh, die kwamen als gasten bij dus in Nederland. Het was logisch dat ze zich aansloten bij vakbonden. En die vakbonden hadden tenslotte daar een rol in. Mm -hmm. In het faciliteren van hun komst. Partij van de Arbeid werd je lid van, en je bleef een beetje bij die Partij van de Arbeid. Weet je, Partij voor de Allochtonen wordt zelfs, ja. uh, soms zelfs uh, gekscherend uh, gezegd. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet zo links is. zal ja, he? ze helemaal niet zo progressief zijn. Nee, dat is echt. Nee. Dus dat politieke besef, dat, dat kon nu pas eigenlijk op gang. Hè? Dus mijn mm. denk, uh, dat, dat, dat dus het, het denk is ook niet uh, tot wasdom nog. Dat gaat ook een bepaalde ontwikkeling doormaken. Maar um, dat ze eigenlijk, uh, kijk, in 2012 sprak ik uh, Fatma Kusakaya erop aan, van uh, D66 volgens mij is zij. Zij stond, uh, uh, ze was actief op die, uh, tijdens de Gay Pride. Ja. Stond ze op een boot, hè? Ja. stond ze met zijn Ottomaans keppeltje op en uh, er stond... Uh, uh, andere politica, ook van GroenLinks, uh, met krullen. Uh, van GroenLinks met de krullen, een um. Nevin Uzutok. Ja. Die stond ja. er ook bij en die ja. stond zo in die pose van uh, van de semazen, van ja. de Derwische. Ja. dansende derwische uit Konja. Ja. En dat werd geassocieerd met uh, dat associeerde zij bewust ja. met uh, Islam en ja. Ottomanisme en Turksheid en dat werd ze niet in dank afgenomen. Dus ik sprak uh, Fatma erop aan mm -hmm. en ze zegt. Mensen moeten bese beseffen, mensen moeten bewust zijn op wie ze stemmen. Ja. Die stem valt met zonder het partijprogramma te kennen, zonder de idealen van mm -hmm. de partij te kennen. Dus dat is lange tijd het geval geweest. Tuurlijk, ze Exclusies. heeft een keer 30.000 voorkeurstemmen gehad, geloof ja. ik. Is in de ja. Kamer gekomen. Dat um, is nu verleden tijd. Dat is, uh, nee, dat is niet verleden tijd. Nee, die nou, hebben net ook een denk gehad. Nee, de hele <laughs> ja. de tijd in die zin dat, dat ja. ze toen aan Kuzu stemmen, bijvoorbeeld ja. rechtsconservatieve. Ja. Toenaan is rechtsconservatief. Ja. Uh, toenaan is uh, uh, opgeleid hè, binnen een bepaalde uh, kringen. Ja. Heeft wat opvoeding gehad. En uh, nou goed, mensen zien dat hij een goede vertegenwoordiger is van hun belangen, van hun ideeën. Ja. Dus wat dat betreft is dat rechtgetrokken. Ja. Nou, of je zou kunnen zeggen, hij houdt de segregatie in stand. Nou, ik denk dat hij zelfs wel een bepaalde zoektocht doormaakt op dit mm. moment. En uh, dus ik denk dat hij gevoed moet blijven worden, inderdaad, dat we openheid moeten hebben in het debat. Ja, het gaat moeilijk als je allemaal ja-knikkers om je heen verzamelt. Ja, heb je dat idee? Nou ja, uh, heb jij niet dat idee, uh... Nou ja, goed, maar heb je voorbeelden, kun je, dat, uh, kun je erover uitleggen. Nou ja, ik, ik, heb, uh, ik heb niet het idee dat er nou veel uh, ideologische strijden worden gevoerd binnen DENK, nee. Nee, nee dat idee heb ik niet, nee. 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 Denk ja. je ja. dat dat mogelijk is überhaupt in die structuur? Niet, niet als je, vooral als uh, uh, jij gebruikt dezelfde woord, als, als je een beetje rechtsconservatief bent, uh, die religie ook een prominente plek ja. geeft, denk ik dat er weinig ruimte is voor uh, andere gedachten. Maar er is wel nee. in die Turkse gemeenschap. Historie... Denk jij dat een mm -hmm. Alewitische jongen zich snel bij Denk zou aansluiten? Nou, snel niet snel, maar ik denk nee. dat het wel mogelijk is. Ja, nou, oké, okay. misschien een uitzondering, maar in grote getalen. Nou, kijk, we hebben natuurlijk wel. Uh, dus, uh, er zijn verschillende groepen die in Denk vertegenwoordigd worden. Ja. En waaronder ook uh, Antilliaanse Nederlanders. Ja. Die zijn echt niet rechts. Maar recht dat is mijn vraag. We hebben het nu even over de Turse nee. samenleving. Nee, dus mijn nee. vraag is: denk jij dat? Nou, uh, uh, ja, dat... ja, goed, dat is lastig, denk ik. Om, ja. uh, als, het, als het haak staat op bepaalde partijstandpunten, dan is het ja. lastig. Maar ik, ja. wat ik wel merk is dat Denk uh, op heel veel punten progressieve standpunten heeft. Bijvoorbeeld, ik had het net over uh, ja. die LHBTI. Ja. Q-I-A-P, ja. of het wordt steeds langer hè, ja. dus dat die uh, dat, dat denk ik wel garant staat voor rechten ja. van... Uh, van ja. uh, maar toch zie je ook dat er onderling binnen die groep, die groep uh, ook regelmatig een schisma zichtbaar is. Ja. Ja. Um, um, was het niet vorige week of een paar weken geleden dat uh, Typhoon Balchuk uh, hmm. um, een krans ging leggen bij een herdenking ja. van een... Um, ja. Armeense genocide, zoals hij het zelf noemt. Mm -hmm. Jij gebruikt net het woord uh, kwestie. Mm -hmm. uh, je ziet ook dat dat soort verschillende jongens op, met opvatting ja. over deze zaak, die ja. ik denk niet dat dat verenigbaar is in een partij als Denk. Ook wel interessant dat, uh, dat als ze daarop reageren, dan, dan is zijn, uh, de, bijvoorbeeld in zijn Tijfun, is dan ook uh, uh, geschrokken. En die is dan ook, uh, die dijnst dan ook terug. En die zegt dan ook hey ho, ho, ho. Als het zo met deze toon moet, dan. Uh, dan neem ik ook afstand van die Ik me heel terecht. Van die ik vind zaken. de discussie nee, maar vind, moet volwassen. Nee, maar volwassen. Je, je, kan wel, je kan wel fel ja. zijn. Je kan ja. fel zijn. Maar ja. zolang je maar niet gaat dreigen, gaat schelden. Ja. Er zijn bepaalde uh, regels. Oh, maar maar dat wel is wel fel... gebeurd hoor. Ik heb even natuurlijk in aanloop naar het ja. gesprek even gekregen wat mm -hmm. hij over zich heen uh, mm -hmm. kreeg. En, ja. uh, maar dat... ik, vind, ik vind dat je daarmee moet kunnen omgaan. Kijk, ik, ik zou er wel mee kunnen omgaan. Want ik krijg ook veel naar mijn hoofd ja. Dat moet gewoon kunnen. Maar kijk, zolang je maar geen dreigement inderdaad, gevloek. Ja, dat uh... moet kunnen. Maar deze, dit hele onderwerp raak ik even op. Omdat mm -hmm. wij het hadden over is uh, Denk dan wel de goede vertegenwoordiger voor alle Turkse. Turks-Nederlandse jongeren in onze samenleving. Niet ja, alle, nee. Is, nee, nee. Maar wel voor die, ik denk wel uh, een behoorlijke mate voor die rechtsconservatieven. Ja, en als we het dan hebben over een probleem dat we net hebben aangestipt, mm -hmm. segregatie, ja. dan zie je dus dat hier gewoon politieke ja. segregatie wordt gecultiveerd. Ik vind, ik vind dat je inderdaad een uh, bepaalde openheid moet hebben en dat intellectuelen verantwoordelijkheid moeten nemen, ook in die kringen. Mm -hmm. En uh, uh, ik kan niet zeggen, ik, ik zou niet zeggen, toen aan uh, stuur jij daarop aan. Dat kan natuurlijk niet. Maar de mensen, maar die zijn er wel hoor. Want er is, ik weet even zijn naam niet, maar er is een uitgever van een bepaalde Turks-Nederlandse krant. Die heeft opgeroepen na de uitslag van de Provinciale staatsverkiezingen Dat bijvoorbeeld een Celtic zou moeten terugtreden. Want het denk dat geen zetel heeft bemachtigd in de Eerste Kamer. Ja, lijkt me een heel wijze uitspraak van de. Nou die zegt, treed terug, ga die partij reorganiseren. En zorg ervoor dat... Kledis is albitrouw, mm -hmm. dat is een, uh, een Antilliaans of Surinaams, dat zij een stap naar voren zet, dat zij die tweede kamer ingaat. Mm -hmm. En uh, nou goed, uh, doe aan een uh, stoelendans even, ja. gaan we even wisselen en uh, zorg ervoor dat er nieuw elan komt. Ja. En uh, nou goed, dat is, dat is wel geland, maar in hoeverre... Wordt er iets mee gedaan door, denk. Dat is even de vraag of zij als je openstaan het heb, als voor je die over, Als je het echt hebben over, als je het echt wil hebben over een volwassen, uh, proces van volwassen worden we hebben. Ja. Dan zou je ook uh, mensen in je omgeving moeten verzamelen, bij je club, partijen moeten verzamelen, die anders zijn. Dan kijk, wat wel zo is. Kijk, met in uh, Chile, Kijk, dus we sturen, we gaan nu naar de uh, Europese verkiezingen. ja uh, ja, Martin Tjellik is niet kandidaat. Hij was kandidaat voor de statenverkiezingen. Dat is wel iemand die Erdogan bekritiseert. Mm -hmm. Hij is wel iemand die Erdogan bekritiseert. Dus dat is, nou goed, binnen denk. Maar, wow. ja. wow. ja. Dus dat is wel interessant. Ja, maar We zijn nu op micro-niveau en ik kan me voorstellen dat de kijker nu denkt: Waar gaat het? Het gaat er vooral om dat die groep gewoon uh, absoluut alles behalve homogeen is. Dat is nog een dat beetje. Nederland is ook niet homogeen, maar er zijn nog gewoon te veel. Uh, er is te veel uh, oud-zeer, er zijn te veel strijden die worden geïmporteerd vanuit Turkije hierheen. Uh, waardoor wij uh, te maken hebben met een intellectueel debat tussen binnen onze eigen groep. Uh, dat gewoon nooit volwassen kan worden. Nee. Dat gewoon nooit volwassen kan worden en ook dat nooit constructief zal zijn ja. en ook nooit oplossingen zal bieden. Dus nou, ik zou niet zo pessimistisch zijn, want ik denk pessimisme is geen optie. Pessimisme is realiteit in deze kwestie. Nou goed, realiteit dat zit er een beetje tussenin. Hè? Ja. Je mag wel realistisch zijn, maar ik vind dat optimisme is het instrumentele waarde is. Want als je pessimistisch bent, dan ga je terugtrekken. Hmm. Ik wil optimistisch zijn, ik wil eraan werken. En ik wil dat intellectuelen hun verantwoordelijkheid nemen en een stap naar hmm. voren zetten. Ze laten gelden. En uh, nou goed, ik denk dat iedereen zelf zijn verantwoordelijkheid daarin moet nemen. Om dus die momenten aan te grijpen. Dus als je dus wordt aangesproken, ook al is het redelijk fel, ga dat debat aan. Want vertrouw op elkaar. Want uh, ik heb ook uiteindelijk in die uh, discussie met Thijs van Balzik over die uh, Armeense kwestie. heb ik ook gezegd: hé, hey, dit zijn de uitkomsten van het debat. want hij voerde het debat niet zelf. Iemand anders zet een stap naar voren. Bidia, heet uh, die dame. Die zet een stap naar voren en die zegt: kijk, dit is de smoking gun. Mm -hmm. Dit is het bewijslast. Ja. En doe het er maar mee. Nou, toen heb ik dat gepakt, toen heb ik dat op mijn muur gezet. Dus laat mensen maar reageren, dit zijn de feiten. Nou goed, en dat is wat je zou moeten doen. Dat is verantwoordelijkheid nemen, denk ik. Nee, vind ik eigenlijk niet. Want jij weet precies, uh, niet op deze manier. Jij weet precies wat voor dynamiek er gaat loskomen als je dat doet. Nou goed, ik heb het wel gedaan. Ik, ja. ik, ik zeg het, kijk, dit is de bewijs. Las. Ja, dus nee, maar, en niemand, maar. Op een gegeven moment laat iedereen het een beetje rusten. Ja, en dan denk het sommige mensen. Jij zet er ook bij, uh, even wat minder subtiel hoe jij erover denkt. Uh, Want daardoor nou. heb je een sturende nou goed, rol. Nou, goed, dat, weet, dat, jij dat... weet wie jouw achterban is, wie jouw Twitter- of Facebook-vrienden zijn. Dus jij weet wat voor dynamiek er los gaat komen. Dus ik vind dat je hier iets te makkelijk. Uh, ja, maar toch, gaat... Het, is, het gaat wel die richting op. Het ja. is wel naar het midden. En ja. dat is waar we elkaar vinden. Ik, uh, ik wou dat ik jouw optimisme bezat, maar uh, ik denk dat we nog een lange weg hebben te gaan. Oké, okay. dus Jan, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Dankjewel.